Welkom bij VRAD, core training, meer dan buikspieroefeningen alleen. Laten we starten. Ga op een stoel zitten en maak een lichaamsgolf met je bovenlichaam. Zwaai de armen gelijk mee. Ho. Zwaai de arm naar voren en naar achteren, holle rug. Bo. En ho. Bo. En hol. Bol. Hol. Laten we starten met een schouderrol naar achteren. Schouders losmaken. En naar voren. Draaiing van de wervelkolom naar het scherm toe. En van het scherm weg. Draaiing van de wervelkolom. Ons eerste core oefening. Zet je handen op de rand van de stoel, voeten bij elkaar. Je gewicht rust op je handen en duw je lichaam op. Zit vlak van de stoel. Knieën in een hoek. Volhouden. Houd deze houding vol en blijf rustig ademen. Vijf, vier, drie, twee, één en laat los. Dips. Zet je handen op de rand van de stoel, naast je bekken. Voeten bij elkaar en breng ze naar voren. Steun op je hielen. Schuif je bekken naar voren en buig de ellebogen tot je bovenarmen evenwijdig komen met de grond. Zorg ervoor dat de rug recht is en in contact blijft met de stoel. Houd deze houding vol en blijft rustig ademen. Core training is statisch, dus geen beweging. Het is belangrijk dat je vlot blijft ademen. Maak de oefening krachtiger door je voeten verder naar voren te zetten. En laat los. Polsen los schudden. Planken. Zet je handen op de rand van de stoel, voeten ver naar achteren, zodat de benen gestrekt zijn. Steun op je tenen en handen, span je bilspieren aan en strek een been recht achteruit. Blijf vlot en regelmatig ademen. Strek het andere been recht achteruit. We zijn er bijna. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en los. Plank. Zet je voeten op de stoel en strek je benen. Leun op je voorarmen op de grond. Hou je blik op de grond gericht, met je ellebogen recht onder je schouders. Je lichaam vormt een rechte lijn. Als de oefening te intens is, kun je zowel je voeten als je knieën op de grond zetten. Werk aan een solide basis voor de toekomst. Blijf vlot ademen, zodat je je bekkenbodem niet verzwakt. Nog even. En laat los. De brug. Ga lang uit op de grond liggen. Leg je voeten op de stoel. Strek je benen. En houd je armen langs je lichaam of breng je handen achter het hoofd. Til je bekken op, zodat je lichaam een rechte lijn vormt.
Span je bilspieren op zonder verder iets te bewegen. Als de oefening te intens is, kun je de voeten op de grond zetten. We versterken de bilspieren, de hamstrings en de lendenspieren. Onthoud, core training is niet gemakkelijk. De oefeningen zijn fysiek zwaar. Til één been recht naar boven. Adem op een manier die goed voelt. Core training is geen beweging, maar als je je adem inhoudt en je buik min of meer intrekt, kun je je bekkenbodem verzwakken. Blijf daarom vlot ademen. Als de oefening te intens is, zet de voeten op de vloer. Luister naar je lichaam. Nog even. Even rusten met beide voeten op de stoel of vloer. En breng het andere been recht omhoog. Vlot en regelmatig blijven ademen. Alles komt aan bod. Je bilspieren, buikspieren, rug en je onderlichaam. Laat je been zakken op de stoel. Blijf nog even in deze houding. En laat los. De plank. Zet je voeten op de stoel en strek je benen. Je voorarmen op de grond. Houd je blik op de grond gericht. Met je ellebogen recht onder je schouders. Kijk in de spiegel, zodat je zeker weet of je lichaam een rechte lijn vormt. Bij een holle rug moet je naar een niveau lager gaan, voeten en knieën op de vloer. Blijven ademen. En laat los. Laatste keer de brug. Ga lang uit op de grond liggen. Leg je voeten op de stoel. Strek je benen. Til je bekken op, zodat je lichaam een rechte lijn vormt. Handen achter het hoofd. Span je bilspieren op zonder verder iets te bewegen. Is dit te intens? Of als je lichaam begint te beven, zet je de voeten op de vloer. Laten we dit 2 minuten volhouden. Til één been omhoog, recht omhoog, tenen naar boven gericht. Als je niet meer kunt, concentreer je op je ademhaling en focus je gedachten daarop. Breng het been langzaam naar de stoel toe. Rusten met 2 voeten op de stoel of op de vloer. Til het andere been recht omhoog.
tenen naar boven gericht. Volhouden. Rustig en vlot blijven ademen. Breng je voet terug op de stoel. Zorg dat je lichaam een rechte lijn vormt. Laat de heupen op de vloer zakken. Buig de benen, handen op de knieën en open de knieën wijd. Slinger langzaam de benen van de ene kant naar de andere kant. Ontspannen en massage van de rug. Kruis de onderbenen, til je lichaam op en schuif verder van de stoel weg. Zet je handen op de rand van de stoel en buig vanuit de heupen je bovenlichaam naar voren. Rekken van de bilspieren, de bekken, rug en schouders. Laat los en kom in kruiszit. Losmaken van de nek en de rug. Maak een hoofdrol van links naar rechts en wissel van kant. Wissel. Kom naar het midden. Draaiing van de wervelkolom naar rechts. En naar links. Zo, dit was het voor vandaag. En bedankt dat jullie aanwezig waren. Dag!